zwemmen. Ik deed laatst een auditie en toen zegt die regisseur: gaat lekker nu een beetje meer SM graag. Dus ik zeg: wat bedoelt u nu, meneer de regisseur? SM is als regieaanwijzing wel een beetje vaag. Bedoelt u dat ik dan een beetje onderdanig ben? Of wilt u juist wat meer een meesteres zien? Mijn vraag, meneer de regisseur, is: wilt u S of M? Of weet u het verschil daartussen niet misschien? Gewoon wat meer SM, zegt hij met een strak gezicht. Hij had mijn vraag niet helemaal begrepen. Dus ik een beetje geil doen en toen vond hij het wel best. Hij vond mijn vraag waarschijnlijk wat benepen. 3 keer raden waar die stomme serie over ging. Powervrouwen, dat is toch zo'n kotsen? Maar kreeg hem niet die rol, dat lag natuurlijk voor de hand. Meneer de regisseur houdt niet van botsen. Maak jij je maar geen zorgen hoor, jij bent geen feminist, zei filmproducent na liefdescène. Die zien er echt heel anders uit, wees maar niet ongerust. Breek daar je mooie hoofdje maar niet over. Hey, lach eens een beetje. Nou, kom op, niet zo chagrijnig. Er vroeg een journalist, zo'n sterke, zelfbewuste vrouw: was dat niet heel erg lastig om te spelen? Dus ik zeg: wat bedoelt u nu, meneer de journalist, dat zulke bitchy types gaan vervelen? Sterk en zelfbewust is voor een vrouw niet sympathiek. En sympathiek is wat we moeten blijven. Een beetje botox hier en daar houdt me jong en energiek. Sympathiek is wat we moeten blijven.